Van harte welkom bij Helmond Goud. Met deze week, rock en rollator. Beeldend docent Carla legt uit en we hebben weer een tip van Jip. Beeldend docente Carla van Olst verzorgt een aantal dinsdagmiddagen in maart, april en mei een workshop aquarelleren voor ouderen in de cacaofabriek Expo. Hieraan doen bewoners van verschillende woonzorgcentra mee, maar ook deelnemers van Huiskamer Atelier Kunstkwartier en lotgenotengroepen van de LEF-groep. Dat aquarel meer is dan een landschapje, dat valt meteen op. Wij gaan de expositie Aquavit gaan wij bekijken met elkaar en ik ga daar iets over vertellen, zodat ze een beetje begrijpen wat ze zien en wat er allemaal kan. En daarna gaan we ze zelf aan het werk zetten. En wat gaan ze dan doen? De aquarellen maken? Ja, ze gaan kennis maken met krijt en aquarel. Om een beetje te kijken. Aquarel is natuurlijk een heel leuk materiaal, omdat het is niet zo voorspelbaar. En je hebt gauw iets, tenminste als je niet vanuit je hoofd werkt. Dus we gaan ze het laten ervaren, wat ze hebben gezien. En het leuke aan aquarel is dat het heel kleurrijk is. Dus het is een heel inspirerend materiaal. En vorige week was echt superleuk. Ze vonden het echt heel erg leuk om te doen. Dus ik heb er heel veel goede verwachtingen van. Aquavit is een tentoonstelling over de hedendaagse aquarel. En in aquavit is al het woord aqua. En aqua is water. Aquarelverf is een verfsoort waar je heel veel water bij gebruikt. Nou is aquavit ook een sterke drank, een soort jenever. Een Noorse sterke drank. Ik heb er één glaasje van gedronken op de opening. Nou, sterk spul. Dus dat wil ook zeggen, het is een tentoonstelling met pit, zullen we maar zeggen. Kijk, aquarel is eigenlijk pigment met water gedragen, met wat gom. Dus op het moment dat het water verdampt, dan blijft de kleur over. En dat heeft natuurlijk alles te maken, omdat het van die prachtige, heldere kleuren zijn. En omdat het water gedragen is, kun je het een beetje aan het toeval overlaten. En krijg je gewoon hele verrassende effecten. Hier in de expositie zijn mensen, de kunstenaars, die maken aquarellen zoals ze ook bedacht hebben. Dat is moeilijk. Maar om met aquarel te werken is gewoon heel speels en heel erg leuk. Dus, De tentoonstelling bestaat uit een hele grote variëteit aan beelden. Dus het gaat van natuur naar de mens, naar abstract, fantasie, dieren, heel kleurig, wat minder kleurig. Eigenlijk, het gaat alle kanten op. Dus je zou kunnen zeggen, als je komt kijken, dan valt er veel te beleven. En tot wanneer is de tentoonstelling nog? De tentoonstelling is tot en met 29 mei. De expositie is elke dag geopend in de cacaofabriek tussen 1 en 5. En de toegang is helemaal gratis. Beeld van André Zimka. De titel is Goddess of Flying, de godin van het vliegen. André Zimka is eigenlijk ook, net als andere kunstenaars, gefascineerd vaak door één object, onderwerp of onderdeel. Dat is het vliegen hier. In eerste instantie denk je misschien, wat stelt het voor?
Het is een vrouwenhoofd met een helm op. Het is gemaakt van brons, waarbij opvalt dat het voorste gedeelte, het gezicht, eigenlijk erg glanzend en glimmend is. En de rest is opgezet door onderen met verschillende patina's van het brons. Je ziet daarom ook eigenlijk naast alleen de bruine kleur ook blauwig en grijzige tinten terug. Een leuk ideetje altijd vind ik zelf, is dat je in andere landen ook vaak beelden hebt met één glanzend glad stuk erin. Het verhaal wil dan vaak dat het voor bijgelovigheid geldt en dat mensen wensen kunnen doen. Dus wie weet hebben er in de tijd dat dit beeld hier staat al enorm veel mensen wensen en verwachtingen uitgesproken en zijn ze misschien ook wel uitgekomen. Wat hebben je darmen met je hersenen te maken? Darmen vormen een belangrijk deel binnen je immuunsysteem en beschermen tegen ziekte. Het wordt ook wel je tweede brein genoemd. Zo kan de samenstelling van je darmflora invloed hebben op hoe vrolijk je bent of neerslachtig je bent en hoe je pijn ervaart. Wanneer je zorgt voor een goede darmflora, krijg je er ook wat voor terug. Wil je ook eten om je darmen en brein gezond te houden? Kies dan voor een voeding die voornamelijk bestaat uit verse, pure en onbewerkte producten, want die leveren de vezels waar je darmen zo happy van worden. In de jaren 60, 70 en 80 stonden ze wekelijks bezweet in een repetitiehok met een gitaar of microfoon in de hand. En misschien waren ze zelfs wel eens ooit zo dapper dat ze ergens op een podium stonden. Toch ligt het instrument al jaren te verstoffen. De cacaofabriek, kunstkwartier, cultuurcontact en Dave van Hout gaan hier nou eens iets mee doen. Ze gaan die oude muzikanten werven, bandjes vormen of bandjes zelfs opnieuw bij elkaar brengen en nummers instuderen. Het einddoel? Een groot concert in de cacaofabriek. Ik doe de bandlessen op scholen, dus op basisscholen. Soortzelfde idee, alleen dan voor een andere leeftijdscategorie. En toen kwamen we in gesprek en toen ging het op een gegeven moment ook over mijn vader, die vroeger altijd in een bandje heeft gezeten toen hij nog in Den Haag woonde. Dus echt de Haagse rock scene waar hij in zat. En toen kwam ik een zoon van een van die gasten tegen en toen hebben we weer een connectie gemaakt. En nu zijn ze één keer in de twee weken aan het repeteren. Dus nu zijn ze weer terug als bandje van vroeger en zijn ze weer muziek aan het maken samen. En daar hebben ze zoveel lol in. En eigenlijk een beetje ook door dat idee kwamen we in gesprek en zoiets is ja, wat rock en roll later moet gaan doen. Ja, want je gaat nu eigenlijk allerlei mensen samenstellen. Dat kan gewoon één persoon zijn met een blokfluit of met een gitaar. En die ga je bij elkaar zetten zodat het een band gaat worden. Precies, ja. Ja, we gaan echt verschillende instrumenten bij elkaar zetten. En dan kijken wat ze graag willen spelen, welke muziek ze leuk vinden. En zorgen dat samen naar een optreden toe gaan werken dan. Dus vooral heel laagdrempelig. Het gaat om samen muziek maken. En vanuit daar gaan wij dan echt wel iets neerzetten. En mocht het inderdaad nodig zijn dat er bijspijkerlessen zijn op het eigen instrument, dan zijn die mogelijkheden er ook hier binnen Kunstkwartier. Er zijn genoeg docenten van Kunstkwartier die dus inderdaad de lessen kunnen gaan geven. Ik ben als fotograaf benaderd door Aniek van de Heuvel. En ik ben benaderd om workshops fotografie te gaan verzorgen bij rock'n'rollators. Tijdens de repetities, 10 repetities, gaan wij met ouderen 65 plus die zich aanmelden voor de workshop concertfotografie. Gaan wij ze de fijne kneepjes van het vak concertfotografie in een aantal lessen proberen bij te brengen. Krijg je er nog concurrentie bij dan? Die kans zit erin, maar gelukkig zijn het meestal mensen die gepensioneerd zijn. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het gaat er vooral over dat het plezier moet vooral inderdaad voorop staan. En dat mensen inderdaad enthousiast zijn om te willen fotograferen. En leeftijdsgenoten, de bandjes dus inderdaad die in dezelfde leeftijdscategorie zitten, om die mooi vast te gaan leggen. Maar jij hebt er al een paar op een plaatje gezet. Ja, goed. Ik ben 15 jaar geleden begonnen als hobbyist, om het zo maar te zeggen. En uit passie is het op een gegeven moment voortgevloeid. Ja, en daardoor zie je dat met je passie en enthousiasme heel ver kan komen. En dat is uiteindelijk geleid tot inderdaad ook de grote festivals en de grote namen Coldplay, Pearl Jam, Metallica. Ja,
dat was ook het doel om daar naartoe te werken. En dat is nog steeds, als je 60.000 man achter je hebt en je staat te fotograferen, je bent helemaal in je eigen zone, dat is het meest ideale wat er is, voor mij tenminste. Dus, en dan probeer ik de enthousiasme, probeer ik natuurlijk ook de mensen die hier inderdaad zo'n workshop gaan volgen, ook mee te laten ervaren. Je zijn natuurlijk geen 60.000 man, maar goed, het enthousiasme en de adrenaline om het moment vast te leggen, daar gaat het om. En ik hoop dat ik die passie in ieder geval ook kan overbrengen en dat hun datzelfde enthousiasme gaan ervaren. Dus, en uiteindelijk is het doel om op 13 november, als de eindpresentatie hier op het podium in de cacaofabriek is, dat wij dan inderdaad het vuur aan de schenen leggen om ze dan de eindtest te laten doen. Maar nogmaals, het is heel laagdrempelig. Mensen met een telefoon of ze hebben een hele geavanceerde spiegelreflex. Het is heel laagdrempelig. Mensen moeten zich niet bezwaard voelen als ze niet kunnen fotograferen. Het is juist de bedoeling dat ze vol enthousiasme daaraan mee kunnen doen. En daar varieert van een beginnend fotograaf tot een ervaren fotograaf. En voor al die groepen is er gewoon aandacht. En waarom vragen ze jullie dan daarvoor? Ja, ik denk omdat wij vroeger in hetzelfde schuitje hebben, op hetzelfde water hebben gevaren. Hoe heet dat? Hoe zullen we dat moeten? Hetzelfde schuitje gevaren. Ja. Midden 60 jaar op, dat hebben wij meer dan 30 jaar gedaan. En toen hebben wij ook allemaal oude bandjes. Arno die was 12,5 jaar getrouwd. Daar is het mee begonnen. En toen gingen we, de fashions waren vroeger beroemd. Dus wel een van de fashions opgezocht, Cor van der Zanden. En vanuit die club bij elkaar, maar goed. Onderhand kwamen ze toch spelen en dat vonden ze zo leuk. En toen is dat gegroeid. Nou, al die bandjes van die tijd is dat wel veel. En we hebben zelf nog eens in een bandje gespeeld, Arno en de Sletjes. Ik was een Sletje. Dus we zitten een beetje in de muziekwereld, hebben gezeten altijd. Dus. En we willen een beetje kijken of we wat mensen aan kunnen spreken en bereiken over dit project. Mensen die zich geroepen voelden na dit verhaal, dus die zin hebben om muziek te maken en die muziek gemaakt hebben, meld je aan. Het wordt een hartstikke mooi project, tenminste in die veronderstelling leven wij. Behind the Music is een interactieve live muziekdocumentaire. Tijdens een 2 uur durende special leer je je favoriete artiest echt kennen. De hoofdgast, Rine Scherritsen, in dit geval wordt geïnterviewd op basis van fragmenten uit speciaal opgenomen interviews met intimi die hun licht schijnen op het leven en de carrière van de artiest. Ontwapenende, ontroerende en grappige situaties zijn gegarandeerd. De bomenroute van IVN Helmond wordt op 18 april 2022, oftewel Tweede Paasdag, om 12 uur feestelijk gestart door de bomenwerkgroep van het IVN op het beginpunt bij het kapelleke van Binderen. De bomenfietsroute is een fietstocht door de binnenstad, door de buitenwijken en over het industrieterrein van Helmond. Op 18 april is de bomenwerkgroep graag de gids voor deze eerste tocht. Onderweg wordt er natuurlijk ergens aangelegd. De deelname is gratis en aanmelden is wel zo prettig. Doet u dat even per mail bij ruudhakvoort@hotmail.com. Mocht u een tip hebben voor onze redactie, dan horen we dat natuurlijk heel graag van u. Dat kan via helmondschout@ditishelmond.nl. En u kunt ons nog steeds whatsappen op nummer 0620277170. Dit was Helmond Schout voor deze week. Ik wens u een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Zodra ze 16 jaar werd, heb de moeder ooit gezegd: mijn meid, vertrouw dat manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meiden gek, alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. En hoe meer ik het bekijk, de moeder had gelijk. Word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je zaalt erin, tot allebei je oren. Word nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Mijn moeder zei, een man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolaat. Je zegt op alles ja en je bent veilig en vertrouwd. Wanneer je hem 15 centimeter van je lijf afhoudt. En hoe meer ik het bekijk, de moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je
is Heldering. Tot allebei je oren, wordt nooit verliefd. Maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Ik heb mijn moeder eens gezegd, mijn vrijer houdt zo aan. Die wil nou elke avond in het plantsoentje wandelen gaan. Mijn moeder zei, meid, ga je gang, dat wandelen kan geen kwaad. Als het maar altijd wandelen blijft en je maar nooit zitten gaat. En weer ik het bekijk, de moeder had gelijk, wordt nooit verliefd. Want dan ben je verloren, jezelf erin, tot allebei je oren. Maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Reken maar.